In het Quarantaine College Sportgeschiedenis van vandaag ga ik het hebben over de Olympische Spelen van 1956 in Melbourne. Waar Nederland op het allerlaatste moment niet naartoe ging vanwege een boycott. En dat betekende dat allemaal sporters die zich hadden voorbereid. op het hoogtepunt uit hun sportieve carrière niet mee konden doen echt vlak van tevoren. Ze wisten nergens van. Iets vergelijkbaars nu, de omstandigheden zijn natuurlijk volkomen anders, is door het uitstellen van de Olympische Spelen van Tokio, volkomen terecht, naar volgend jaar nog te bepalen wanneer. Maar ook in dat geval betekent dat sporters die in termijnen van vier jaar denken, en dat doe je als je Olympiër bent, opeens een schema in water zien vallen, in duigen zien vallen. Het kan niet anders, iedereen snapt het, maar toch. En zo was het ook in 1956, maar dan alleen voor Nederland, Spanje en Zwitserland. De Spelen dat jaar waren in Melbourne, Australië. Pas laat in het jaar, in november, begon dat. Omdat ze toen rekening hielden met de zomer, die in Australië nou eenmaal niet in juni is, maar zo rond de december. Dus is dat een betere tijd. En vlak voordat die Olympische Spelen begonnen, viel de Sovjet-Unie Hongarije aan omdat dat land toen communistisch in opstand was gekomen. en probeerde een ander politiek systeem in te richten. Nou, je ziet, Tank. De Sovjet-Unie dacht daar heel anders over. En die opstand werd bloedig neergeslagen. Het gevolg daarvan was wereldwijde ophef en discussie over die Russische aanval. Niemand trouwens die ingreep, want dat had kunnen betekenen dat er een derde wereldoorlog zou kunnen uitbreken. Ook riskant. Maar in Nederland zorgde dat voor bijzonder emotionele protesten bij het hoofdkantoor van de CPN in Amsterdam. wat nu Felix Meritis is, aan de Keizersgracht. Dat werd dagenlang bestookt omdat de Nederlanders zich solidair voelden met Hongarije en daarbij zichzelf vergeleken met de relatie die ze hadden in de Tweede Wereldoorlog. Klein Nederland, bezet door het grote Duitsland. En in 1956 Klein Hongarije, dat wordt aangevallen door de grote Sovjet-Unie. Opeens besloot Nederland dat zij niet mee zouden doen aan de Olympische Spelen in uh, Melbourne. Op het aller, 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 allerlaatst een enorme frustratie voor de Nederlandse sporters. In Hongarije hebben ze dat nooit geweten. Want in 1956 was er geen onafhankelijke pers, anders reed de Sovjet tank wel bij je naar binnen. En pas in 1989 waren ze eindelijk in staat in Hongarije nadat het communisme was gevallen om een vrije pers te doen, maar ze realiseerden zich niet dat 33 jaar eerder dus die Olympische Spelen Nederland niet aanwezig was geweest omdat zij. Op die manier hun solidariteit wilden betuigen met de Hongaarse opstandelingen. Je ziet, deze meneer, zijn naam staat erbij, dan hoef ik het niet uit te spreken. Die kwam er in 2015-2016 achter in Hongarije en hij besloot om die mensen die nog leven van 1956 uit Nederland, Spanje en Zwitserland naar Hongarije te halen. 60 jaar later, om ze te bedanken, zoals hier ook staat: ze te bedanken. Dank Merci Gracias, voor dat. Zij op die manier, ongevraagd weliswaar, maar toch hun solidariteit hebben betuigd met het Hongaarse volk. Hij haalde allemaal sporters naar Hongarije, heeft hem ontzettend veel moeite gekost. En ook mij heeft hij uitgenodigd om daarheen te komen, om op een congres te spreken. Ik zal het je straks laten zien. En Marjolein Te Winkel. Zij is afgestudeerd op de Nederlandse boycott van 1956. Dat boek is nog te kopen van haar. Ik kan het je echt aanraden. Marjolein Te Winkel. Hij haalde al die sporters naar Hongarije toe. En dat heb ik dus van dichtbij meegemaakt wat er gebeurde en dat was onvoorstelbaar. Want 60 jaar later kwam Hongarije er dus achter dat deze mensen, vooral Nederlandse sporters... ...behalve deze meneer met deze zeer mannelijke snor... ...dat is de president van het Hongaarse parlement in 2016 weliswaar. Komt straks nog op terug. Maar hier allemaal Nederlandse sporters, hockey, zwemmen... Staan allemaal hier Wim Mostert, waar is die? Die staat hier ergens achter waterpolo. En hier Jan-Willem van Ervendoorns, hockeyer, tevens vader van Bo. Zij werden allemaal naar Hongarije gehaald. En in die dagen ontplofte de mediabelangstelling voor deze mensen. Je ziet hier een klein beetje pers, omdat Hongarije tot zijn schrik achter kwam dat ze hun eigen geschiedenis niet eens kenden, dus van 1956 dat hun geschiedenis in feite een bezet gebied was geweest, ondanks dat de Sovjet-Unie allang verdwenen was. En omdat zij dat opeens zo belangrijk vonden, en terecht dat ze ontdekten dat de sporters uit Nederland, Spanje en Zwitserland hun sportieve hoogtepunt hadden gemist, Vanwege de Russische aanval op Hongarije wilden ze die mensen bedanken. Die werden naar Hongarije gehaald. En er was elke dag meer en meer en meer pers die om al die sporters heen liep te zwermen. Bij een programma dat door heel Boedapest heen ging. Hier opnieuw de president van het Hongaarse parlement. Waarmee het aangaf ook hoe hoog, wat van hoog niveau hier serieus mee wordt omgegaan. Een ontvangst van al die sporters. ...bij de president die hun toen helden van de Hongaarse revolutie noemde. En Van Erfendors, die snapte er helemaal niks van. Ik stond net naast hem en ik een held van de revolutie, man, ik ben gewoon een hockeyer geweest. En ik mocht niet meedoen aan de Spelen. En ja, dat was heel vervelend, maar ik heb niet voor een tank gestaan zoals die mensen hier in Boedapest. En ik probeerde hem uit te leggen. Ik zeg van, ja, waar het om gaat is van dat zij er dus nu na 60 jaar achter zijn gekomen... dat uh, zoveel mensen niet naar de Spelen konden en dat zij dat gewoon niet hebben geweten. Ze zijn eigenlijk hun eigen geschiedenis aan het herontdekken, via jou. De volgende stap die we deden die dag was dat we naar een nationaal ballet gingen met de beste dansers van Hongarije. Traditionele optredens waren dat, je ziet ze hier allemaal bij elkaar. Wij zaten met z'n allen in het publiek. Al die sporters, Marjolein en ik en nog een paar begeleiders. En toen werd er in het Hongaars verteld: van dat die mensen die niet naar 1956 naar de Spelen konden, dat die nu in de zaal zitten. Waarop de hele zaal een staande ovatie gaf. En dan niet van één minuut, nee, van tien minuten. En ook al deze mensen, deze artiesten, gaven een staande ovatie vanaf hun podium voor al die sporters. Het werd gelukkig wel even vertaald vanuit het Hongaars in het Nederlands, Spaans en in het Zwitsers. Dat, uh, dat applaus voor hun was, waarop al die Nederlandse sporters in ieder geval bijzonder emotioneel weer naar buiten gingen en zeiden van nu snappen we gewoon hoe belangrijk het voor Hongarije is geweest dat wij niet naar die spelen konden. Hoe erg het ook voor ons persoonlijk was, snappen we het nu wel. En zelfs van Er Doorn snapte dat hij een held van de revolutie werd genoemd. En een van de zwemsters, die zij ook toen we buiten stonden, was echt heel emotioneel van. Dit is dan eindelijk het applaus dat ik heb gekregen dat ik in 1956 heb gemist. ...omdat ik niet naar de Spelen mocht en zij serieus kandidaat was om goud te winnen. Het applaus, zei ze, heb ik nu eindelijk gekregen. De grootste sportieve frustratie, ook bijvoorbeeld voor mensen als Eef Kamerbeek... en teamkampen die al is overleden en ook niet mee was, want toen was hij al overleden in 2016. Of Puk van Duinen, atleten was ook al overleden voordat deze reunie er was in Hongarije, waren zo diep gefrustreerd over dat besluit om niet mee te doen aan die spelen waar zij van tevoren niet over waren ingelicht, maar wat gewoon een privébesluit is geweest toen, van de voorzitter van het NOC, Lindhorst Homan, die een te telex stuurde naar Australië, naar de vier Nederlanders die er al zaten, van, joh, hartstikke leuk dat je er bent, maar sodemiet erop en kom onmiddellijk terug naar Nederland. Daarom zo gefrustreerd. En al die sporters die zeiden van, hier, nu, in Hongarije, eindelijk hebben we dan... Onze erkenning gehad. We hadden ook nog een congres. Dat was de reden waarom ik ook mee mocht komen. Je ziet het in een redelijk chique omgeving. Dat hadden ze goed geregeld. En hier is Paul Schnitt, Schmid. Zeg maar een beetje de Erika Terpstra van Hongarije. Met het verschil dat deze man president is geworden van Hongarije. En Erika. Van een hoop dingen voorzitter is geweest, maar zover ik weet nooit president of premier van Nederland is geweest. Maar allebei een Olympisch verleden hebben allebei een actief leven als sportbestuurder, waarbij deze man het wel tot het IOC geschopt heeft, en nog ook tot president van Hongarije, dus als politieke functie. Waar hij dan op een of andere manier weer is gewipt en aan een politiek einde is gekomen. Hij hield hier een toespraak over wat je hier ziet, de rol van politiek in de geschiedenis van de Olympische beweging. Nou, die is vrij groot, maar om heel eerlijk te zijn, wat is het een redelijk standaard praatje wat hij vertelde over hoe erg het allemaal wel niet was in 1936 in Berlijn. En dat de Olympische beweging helemaal niet doorhad, dat die gemene Duitsers er allemaal propaganda van wilden maken. En dat, ja, nog meer van dat soort dingen. Gelukkig uh, kwam die tijd mij goed uit dat hij niks te vertellen had, want ik moest mijn verhaal voor NSC Handelsblad nog schrijven. Dus dat heb ik gedaan tijdens zijn presentatie. Hier zie je Marjolein over haar onderzoek vertellen naar de Nederlandse mensen die niet naar de Spelen konden. Die dus ook nog gesproken heeft met Eve Kamerbeek, met, met Puk van Duinen, die dus niet hier meer bij aanwezig konden zijn. En dat ook met veel interesse werd beluisterd door alle aanwezigen. En uh, dat is ook gewoon wel een bijzonder verhaal. En als je niet gelooft dat ik er was, kijk. Ik vertelde daarover heel kort samengevat. Sport en politiek, dat je dat niet kan scheiden. Echt, hou erover op. Sport en politiek hebben alles met elkaar te maken. Geen gezeur. Sporters en politiek, die moet je wel van elkaar scheiden. Dat die mensen van 1956. Naar de Spelen hadden willen gaan in Melbourne. En dat er dan opeens een politiek spelletje wordt gespeeld. Waardoor zij niet meer erheen mogen. He, dat zij een beetje de rotzooi mogen opruimen. Waar de rest van de samenleving met een grote boog omheen loopt. Want ondertussen waren er wel allemaal andere contacten met de Sovjet-Unie. Maar de sporters die mochten niet. Daarom sport en politiek scheiden. Kappen mee. Met die onzin. Sporters en politiek uit elkaar halen. Dat is wel iets wat je mag doen. Hier zien we het slot van de hele plechtigheid van drie vier dagen lang in Hongarije, als alle mensen de Olympiërs bij elkaar worden geroepen en dan op het podium gaan staan al hier en dat ze dan een hele mooie speciale medaille krijgen. Hier, als je op zoek bent naar de vader van Boven Erfdorndt, je vindt hem altijd als de meest markant geklede man. Hier ook weer prachtige broek, vreselijk leuke man. Die uh, daar aanwezig was, maar die medaille, je ziet hem hier van wat dichterbij, is echt een hele bijzondere medaille, alleen gemaakt voor deze Olympiërs die nooit konden. En daarop staat afgebeeld onder andere die tank waarmee ik aan het begin van de presentatie liet zien, die tank die in Budapest staat als symbool voor het brute neerslaan van de opstand in Hongarije. En dat er dus op een sportmedaille een tank staat afgebeeld als het symbool van onderdrukking en oorlog is uniek. Dat dat op een sportmedaille staat. Maar goed, het is meer een herinneringsmedaille dan een sportmedaille. En ik heb er ook een thuis staan. Want als een van de mensen die mee was gegaan, kreeg ik er ook een. Zo eindigde dat hele bijzondere bezoek in 2016 van al die mensen die op het allerlaatst hun sportieve droom in rook zagen opgaan in 1956, 64 jaar geleden. Zoals er nu ook een hele generatie sporters is in 2020, die hun dromen opeens ziet vervliegen, dan wel uitgesteld. Eerlijkheidshalve daarbij moeten we zeggen: wat natuurlijk aanzienlijk minder uh, erg is dan de hele corona-ellende die we in het algemeen over ons krijgen. Maar toch, sporters die zich hebben voorbereid en op het allerlaatste een droom zien vervliegen. In 1956 is het gebeurd. Dus we weten hoe frustrerend het kan zijn, hebben we met die mensen gesproken kunnen we er ook vanuit gaan hoe frustrerend het zal zijn voor de mensen van 2020. Toch heb ik liever dat we allemaal weer in goede gezondheid naar buiten kunnen komen en dat wij met elkaar kunnen afspreken als deze hele corona shit voorbij is en we mogen weer naar buiten, wat veiliger dan nu met z'n allen. Dat we afspreken in het Olympisch Stadion in Amsterdam voor mooie rondleidingen voor weer een ontmoeting van alle sportliefhebbers om elkaar weer te zien. Volg mij op sportgeschiedenis.nl voor Corona, uh, voor quarantaine rondleidingen, quarantaine colleges en alles wat ik nog meer kan verzinnen. Let goed op jezelf. Tot de volgende aflevering.